Hij is oprichter van Skins Cosmetics en groeide van één winkeltje in de Amsterdamse Negen Straatjes naar een bedrijf met zo'n 20 winkels en 200 medewerkers. Recent stapte een private equity-partij in als meerderheidsaandeelhouder en is het tijd voor een nieuwe fase met nog meer groei. Een gesprek dat ik maak in samenwerking met MarktLink. Welkom bij Cvd tv We zijn afgelopen jaar er, uh, net iets over de 40 miljoen uh, geëindigd. We zitten nog niet in Maastricht, nog niet in Utrecht, nog niet in Den Bosch, nog niet in Antwerpen. Duitsland is voor ons echt wel de grootste groeimarkt, heel dicht bij huis. Filip Hillige, van welkom. Dank je. Ik zeg oprichter. Moet ben je ik zeggen? oprichter, ja, ik altijd. oprichter? één ja, ja, van ja, ja. de oprichters, hè? Ja, ik ben ja. ooit met z'n tweeën begonnen. Uh, ja, in de negen straatjes in Amsterdam, uh, als heel klein bedrijfje, uh, letterlijk met twee man en een halve fysicist. Ja. Yeah. Uh, waren we toch toen? Kende ik het woord nog niet, maar tegenwoordig grap ik er wel eens over. Waren we een disruptor? Ja, jullie waren absoluut een disruptor. Ja. Want uh, laten we de, want zometeen over eigenlijk het laatste nieuws: hè, een investeerder is ingestapt voor de duidelijkheid. Je hebt niet het hele bedrijf verkocht en vertrekt naar de Bahama's. Het is daar het is een investeerder is ingestapt om met name een groeispurt te gaan maken? Zeker, hè. zeker. Daar wil ik zometeen alles over weten, met name hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. Ja. Uh, maar laten we heel even beginnen bij die mensen die Skins Cosmetics nog niet kennen en leg dan denk ik heel goed om de pitch. Te doen um, uh, met name waarom het inderdaad een disruptor was toen jullie ermee starten, ja. De merken die wij uh, toen tijd naar Nederland brachten, en nog steeds, hè, want dat is natuurlijk een onderkoming-ding mm. uh, hebben allemaal gemeen dat ze natuurlijk hier nog niet waren, maar ook zijn opgericht uh, vaak uh, door hele bevlogen founders die uh, ja uh, niet uh, onderdeel zijn van een hele grote uh, groep uh, of grote multinational in cosmetica of in parfum. Die met een bepaalde visie of overtuiging hun producten maken. Uh, soms letterlijk op een zolderkamer of uh, een klein laboratoriumpje in ja. Gras. Uh, en op die manier via speciaalzaken uh, markt hebben gezocht. Uh, die was er zeker niet in 2000. Toen waren we echt uh, een van de weinigen. Ja. En konden we met één winkel in Nederland exclusiviteit voor een heel land krijgen. Nou, dat is natuurlijk inmiddels niet meer zo. Nee. Uh, maar ik leg wel eens de link dat uh, de ambacht van het product maken in consumentenproducten. Je ziet het aan de speciaalbieren. Vroeger ja. was het schappen, uh, met twee, drie merken. Ja. En nu vindt iedereen het helemaal geweldig om iets van een leuk klein brouwerijtje te proeven. Uh, ik zeg altijd maar, ook bij de Albert Heijn staat uh, de foto van de kaasboer ook op uh, het plakje. Ja, dat uh, is het de kaas. Beetje, ja. En ons verhaal is een beetje ook zo terug te brengen. Hè. Wij hebben eigenlijk de parfumeurs achter de merken een, uh, ja, op het voetstuk gezet. Zo, zo zijn onze merken ook een uh, filosofie begonnen. Want hè, de ambacht van het parfum maken... Mm -hmm ja is ergens along the way in al het marketinggeweld en merkengeweld uh, ondergesneeuwd. volledig als je kijkt naar de klassieke zeg maar parfumeriezaken en de grote merken ik heb geen idee wie er achter Chanel zit of precies achter, uh, uh, grote... uh, en dat zijn natuurlijk stuk voor stuk allemaal hele mooie merken met mooie ja. historie mm. uh, maar eigenlijk de kunstenaar achter hè, het kunstwerk mm. van het parfum die bestond eigenlijk niet en hoe gebruik jij die uh, die verhalen en die personen in je in je winkelstrategie zeg maar zie ik dat terug Zien is soms wel eens heel moeilijk. Daar worstelen ja. we wel eens mee. Van hoe breng je dat nou over? Hè? Want uh, iedere dag hebben we mensen in de winkel die naar binnen stappen. En kijken hey, uh, welke kant van de winkel zijn mannen of vrouwen uh, parfums. Dat is ook niet hard om. Dat is niet duidelijk hebben jullie. Nee, omdat... Uh, ook je tijd vooruit. Uh, ja, nee zeker. Ja. Hangen, ja, wij waren inderdaad... Hadden we toen nog niet eens over de gedacht. Ja. Ja. Um, nee, je ziet absoluut alleen maar uh, ja, flacons van een bepaald merk. Waar niks geen duiding van man of vrouw. En het ligt echt aan de training van, van onze mensen om zeker eh, klanten die voor het eerst binnenstappen een soort opreis mee te nemen in, in de storytelling. Ja. Van waar kijk ik naar? En natuurlijk ja. hè, kan je met bordjes of signing of een bewegend beeldscherm wel iets, iets, iets toevoegen. Maar je hebt nooit uh, de echte storytelling die een medewerker jou kan geven ja. die van de founder van zo'n merk uh, de training heeft gehad of letterlijk in dat laboratorium heeft gestaan waar zo'n uh, product gemaakt wordt. Ja, maar je geeft hiermee wel zeg maar, de diepgang en het verhaal achter het merk Skins. Zeg ja. maar lading hè, waarbij je heel duidelijk onderscheidt van zoals... Uh, in andere winkels parfums werden verkocht tot nu toe? Ja, absoluut. Ja. En het is uiteindelijk uh, uh, ja, het, het niche zoals het toen natuurlijk heette. Hè, inmiddels, uh, ja, met het aantal winkels wat we hebben, maar ook als je wereldwijd eigenlijk de beweging ziet. hebben deze merken inmiddels ook mooie counters en ware huizen. Ja. En hè, worden die merken ook steeds groter, soms ook overgekocht ja. uh, hè, door de wat grotere concerns, wat niet noodzakelijkwijs erg hoeft te zijn hè, als de ziel zeg ik altijd maar van het bedrijf. Uh, maar intact blijft of de founder uh, nog heel erg betrokken blijft... Dan, uh, dan hoeft dat helemaal niet erg te zijn. Laten we daar maar eens naar gaan kijken of dat straks bij Skins ook gaat lukken. Ja, ja, maar eerst, ja, ja. ja, ik heb een paar <laughs> sleutelmomenten uh, waar ik even langs wil lopen... zodat mensen een beetje in de beeld krijgen. Ja. Dan komen we komen zo meteen op het punt eh, waarop je zei van... hé, hey, we gaan private equity aantrekken. En waarom dan? En hoe is dat gegaan? Nou, die start die hebben we nu al een klein beetje uh, ge, uh, behandeld hè? En, het, en het concept... Uh, uh, Eén sleutelmoment, denk ik nog om even terug te grijpen, is je, je zegt je bent medeoprichter met iemand anders. Die is er op een gegeven moment al vrij snel of na een aantal jaar. Nou, die is zelfs wel Nou, daar, volgens mij ongeveer tien jaar. Oh, na tien jaar pas. Toen ja. je naar Amerika ging ja. toch? dat ja. verhaal. Kun je ja, dat eens kort voorstellen? Ja, zeker. We zijn met z'n tweeën begonnen uh, ja, om echt uh, de, de markt op te schudden en een heel ander concept uh, naar Nederland te brengen. Mm -hmm. Um, dat hebben we ja, uh, enorm goed gedaan in al die jaren. hoe We zijn begonnen, maar het bleef natuurlijk wel wat kleiner. Wat we eigenlijk onze tijd een beetje ver vooruit ja. waren. Dus het was echt heel hard werken. Uh, om, om, we hebben de eerste winkel geopend, maar het duurde vijf jaar voordat we de tweede. En dat was ook in franchise. Want we hadden zelf niet eens het kapitaal om <laughs> zelf een tweede winkel te openen. En dat is op een hele goede manier. Maar die toen in hier om de hoek in, in Laren hebben we toen de tweede winkel in Franchise geopend. En ja, gestaag hebben we dat gebouwd. Op een gegeven moment uh, ja, speelde er bij Michiel privé uh, om naar Amerika te gaan. En dan moet je op een gegeven moment ja, met elkaar gaan zitten. Hoe gaan we dat fixen? Ja en dat betekent even lang verhaal kort dat het het slimste in jullie ook was dat hij eruit zou stappen, toch? Ja, omdat het best wel moeilijk is als je het bedrijf in twee zou willen knippen en ja. de een in. Amerika, Dat, dat is echt ja, ingewikkeld. Snap ik. En, uh... Was dat het eerste moment van waardering? Van het bedrijf ja, eigenlijk. Dat is een goede vraag, ja, ja zeker, omdat dat, dat, dat speelde natuurlijk nooit. Maar ja, op een gegeven moment als er één weggaat, uh, kijk, ik was helemaal niet, uh, überhaupt had ik het geld er niet voor hoor, maar ik hoefde ook niet per se het in mijn eentje te doen, dat had ik vanaf mm. de dag één nooit gedaan. Uh, dus we zochten eigenlijk iemand die zijn aandelen kon overnemen en dan ga je de markt op. Toen ja. uh, zonder een Marklink, maar wel uh, ja. uit het netwerk eigenlijk, want we bestonden al tien jaar, dus er waren best wat mensen die het interessant vonden wat wij deden. Uh, maar dat was best ingewikkeld, want dan zit je toch met mensen aan tafel, uh, dat je denkt, Oeh, uh, ja, moeten die mijn nieuwe aanhoudende ja, worden? Ja, ik weet ja, het niet. Dat lijkt me zo kwetsbaar, uh, want het is wel je kindje waar je precies, en ja. natuurlijk een soort tegenstrijdig belang dat ook al, want jullie zijn, of, jullie waren vrienden, ja hoor, zijn absoluut, uh, zeker. Ja. Want dat is natuurlijk wel een punt waarop vriendschappen ook gebroken kunnen worden. Hè? Nee, maar ik de... moet echt zeggen dat dat, uh, dat proces heel goed is gegaan, omdat ja, uiteindelijk uh, was het het best denk -mogelijke scenario, want we ooit kind zijn begonnen. Uh, niet omdat we zelf kapitaal hadden om dat op te starten. We uh -huh. zijn toen echt uh, eerst bij allemaal banken langs gegaan. En dat was toen begin ik zeggen dat was voor een soort van World Online tijd uh, 1999. was op televisie van banken. Hè? Heb je een plan? Kom bij ons. Nou, we yeah. waren bij zeven geweest, zeven keer nee. <laughs> uh, en toen zijn we echt de boer opgegaan. Yeah. Uh, ja, ook uh, zo'n mooi woord: helemaal een angel investor te vinden, die eigenlijk in ons plan, maar ook vooral in ons persoonlijk geloofde. Yeah. Uh, die hebben we toen gevonden. Die heb je gevonden. Uh, ja, en ja. de familie Groeneveld. En uh, ja, toen we uiteindelijk een bankfinanciering konden krijgen, uh, is meneer Senior uiteindelijk uitgestapt. Maar altijd als een commissaris en een soort vertrouweling van ons aangebleven. Daar gingen ja. we altijd een paar keer per jaar toch mee eten. En de business update, een stukje advies. Ja, en uiteindelijk uh, zijn zij zeg maar zelf als familie en, en, en ook een van de zoons uh, ingestapt om Michiel zijn aandelen over te nemen. Ja. En Dat was eigenlijk de best denkbare. Uh, ja, oplossing. Ja, uh, zij vertrouwden mij om verder te gaan. En uh, ja. ja, hadden op dat moment ook... Ja, volgens mij uit mijn hoofd te geven... ook wel het hoogste bod nog van andere partijen. Ja, dus dat was ook geen issue. Ja. Toen ben je, zeg maar, doorgaan groeien... Gestaag, laat ik maar zeggen, en er zijn in de loop der jaren zijn er aandeelhouders. Want laat ik zo zeggen, die groei heb je niet helemaal zelf gefinancierd. Hè? Nee, nee, ook dat is altijd. Uh, kijk, wat wij doen is enorm uh, kapitaalbehoevend. Uh, ja. onze winkels die wij bouwen. Uh, ja, ik zeg altijd, maar zijn niet simpel. paar glazen plankjes aan de Daar willen we echt wat neerzetten, dus die ja. dat zijn enorme investeringen die we soms wel tien jaar over doen om terug te verdienen. Ja. Uh, dan staat er nog ook een hele dure voorraad, want ja, wat wij verkopen is ook best kostbaar uh, en heb je het apparaat ja. nog erachter met je. Magazijnen, dus ja, IT-systemen die langs uh, het aantal jaren gebouwd moeten worden. Dus ja, ieder jaar hadden we echt best wel wat kapitaal nodig om onze dromen te verwezenlijken. Nou, de bank gaat dan soms een stukje mee. Uh, maar ja, privé was ik ook niet altijd in staat om dat uh, bij te houden. En op een gegeven moment ja, hadden we wel het idee van: oké, okay, laten we een paar aandeelhouders uh, erbij zoeken die ons financieel kunnen ondersteunen. Zijn dat dan echt financi financiële aanhouders of zocht je dan ook echt naar personen die een bijdrage konden leveren aan het bedrijf? De combinatie eigenlijk, ja. Okay. En het, nou ja, een beetje geluk wil zeggen dat, dat in mijn vriendengroep, uh, nou ja, veel ken ik al meer dan dertig jaar, uh, yeah. je, je leert elkaar in de disco kennen en uh, yeah. lang de lol en ontstaat een vriendschap en veel daarvan zijn uiteindelijk ondernemer geworden in allerlei verschillende branches. Maar goed, de, als je met elkaar uh, leuke etentjes hebt en sociale tijd doorbrengt. en je brainstormt over je bedrijven, over plannen. Ja. eigenlijk ben je al een soort commissaris van elkaar. En ja, ja, ja. uiteindelijk is daar ook uit voortgekomen. Uh, dat we zeiden van. Goh, uh, is het niet interessant? En die vragen, ik weet niet eens meer van wie nou de vraag als eerste kwam. Maar ja, om toch ook in te stappen. met een commitment ook van geld lenen. en niet alleen aandeelhouderschap, maar ook een stukje investering. om het bedrijf verder te helpen. Ja. Uh, wat zijn je belangrijkste groeilessen als je terugkijkt? Even nog voordat we naar het private equity verhaal gaan. Wat zijn je belangrijkste groeilessen als je terugkijkt? Oeh, ja, dat betrek ik het voornamelijk op mezelf. Ja. Uh, ja. Dan moeten mensen lachen die mij een beetje kennen. Ik denk toch dat ik soms te lang duurt voordat ik dingen uit handen durf te geven. En ben je, dan je een perfectionist? Ja. En ik denk dat het een valkuil is voor veel ondernemers. Om op een gegeven moment uh, echt dingen aan anderen die er vaak ook beter in zijn dan jezelf. Hè. Ook dat te ontkennen. <laughs> die alles zelf willen doen, omdat, ja. je het, omdat je denkt dat je zelf alles het beste kan. Juist, ik las het... ook ergens van, handleidingen voor verkooppersoneel van 100 pagina's plus en zo, zijn die van jouw hand dan? Of? Nee, dat niet, maar het is meer soms tekort op de bal zitten. Ja. Uh, uh, mensen moeten kunnen groeien. Ik, ik ben best wel oké okay met vertrouwen geven, hoor. ik zeg altijd hm. mensen mogen echt fouten maken. Maar soms, ja, dat is natuurlijk een soort spiegel die je in de loop der jaren wel voorkrijgt. En als ik nu ook naar de groei kijk over de laatste jaren, op een gegeven moment, je begint natuurlijk, nou ja, je letterlijk met z'n tweeën en je groeit op een gegeven moment 20 mensen, 50 mensen. Op een gegeven moment uh, is Claudia als CEO in 2019 begonnen. Ja, dat had ik eigenlijk als laatste sleutelmoment. Oh, nee, nee, nee ja. maar niet uit hoor. Want ik kan me voorstellen dat dat wel een sleutelmoment is. Als, als je hem hebt over loslaten, dat je echt een CEO aantrekt. Ja, uh, want dat is uiteindelijk, hè, als ik natuurlijk achteraf terugkijk, uh, had ik dat natuurlijk veel eerder moeten doen. Uh, want mijn beste kwaliteit is helemaal natuurlijk niet teams aansturen, leiding geven. Uh, ik ben veel meer van hè, natuurlijk het, het concept verder uitbouwen, de relaties ja. met de merken, hè, eigenlijk de core, hoe we ooit begonnen zijn. Uh, en het bedrijf runnen. Dat, dat zie je natuurlijk ook wel vaak om je heen... dat een ondernemer natuurlijk niet altijd de beste manager is. Nee. Hoe kwam je aan Claudia? Ja, via via. Uh, uh, dus dat is eigenlijk uh, ja, ook weer puur toeval geweest... dat er wederzijds een vriend uh, zei van... goh, jullie moeten eens een kopje koffie gaan drinken. Uh, ik speelde toen al wel met het idee. Uh, uh, maar is het dan wat moeilijker... Dat je dan het prijskaartje van zo'n CEO ziet, is dat, is dat het dan? Dat je denkt van, shit, kost me zoveel geld per jaar. zeker. Ik ben altijd zo. heel erg best wel, omdat ik weet ja hoeveel pijn het heeft gedaan om te kunnen groeien, om ja. een beetje winst te maken, wat je weer kunt investeren in nieuwe winkels of nieuwe producten. Van shit, ja, natuurlijk uh, het ouderwetse kost gaat voor de baat, klopt ja, altijd. Ja, 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 ja. Maar ja, soms dacht ik ook letterlijk, we kunnen het niet eens betalen. Uh, dus daar heb je dan gesprekken over. En uh, ja, als er dan uiteindelijk een soort oplossing op tafel komt die voor beide partijen dan uh, geschikt is in de ja. vorm van een bonusconstructie of aandelen, dan ja. uh, kun je natuurlijk wel wat verder uh, kijken met elkaar. Maar ja. ja ik heb daarna ook geleerd, hè, tot Claudia hadden we nog nooit uh, een, een recruitmentbureau uh, uh, ingehuurd. Hè. Dat ging eigenlijk altijd ook een beetje vanzelf of uh, via ja. het netwerk. En, ja, om toch mensen aan te nemen op allerlei gebieden in de organisatie, ja. Uh, ja, die eigenlijk uh, duurder waren dan ik ooit had durven aannemen. Uh, ja. Maar als je nu kijkt wat dat zo'n effect heeft gehad, dan, dan had je dat veel eerder moeten doen. Zeg Zeker, je. Ja. Want ik weet niet of de omzetcijfers bekend zijn. Maar waar, waar, kun je daar iets over zeggen, of is dat niet? Bekend? Uh, ja hoor, want je kan het ook voor... zo bij de Kamer verkopen. Ja, ja, downloaden. Wat, wat nee, wat... we, we zijn afgelopen jaar er, uh, net iets over de 40 miljoen uh, geëindigd. Nee. Ja. Uh, ja, en dat is een trend de afgelopen jaren toch wel zo'n bijna 30% per jaar wat we groeien. En ja. de, je behandelt over 20 winkels in het begin. Daar zit een soort franchise-constructie in te ja. Zo is het bij sommigen. ja, Er zijn er vijf, uh, of inmiddels zes in uh, Zuid-Afrika die weer ...franchise doen, dus dat is nog een heel apart ander verhaal. Kunnen nog dat is bijna een ander bedrijf ja, 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 dat ja, is ja, ja, echt ja, ja. een soort... Uh, ...franchise voor een heel land. Ja. Uh, en in Nederland, zeker in de beginjaren... Hebben we, ...zijn we ook mede gegroeid door franchise... ...omdat we ook eh, niet altijd het kapitaal hadden... ...om het zelf te doen. Dus we hebben nu in Nederland... ...twee franchise winkels, één in Groningen... ...en een in Oosterbeek. Uh, en de andere winkels... ...die de exploiteren we zelf. Um. En hoe kwam, uh, uh, nu recent in het nieuws, Private Equity ingestapt, een Belgische partij uiteindelijk. Uh, hoe kwam dat in beeld, dat die, dat, dus die constructie? Dat je denkt van, hé, hey, we moeten eens met Private Equity gaan praten. Nou ja, niet eens het woord Private Equity in het algemeen, maar het woord investeerder. Yeah. Uh, Tuurlijk, uiteindelijk zijn er heel veel voorbeelden. Yeah. We hebben ook met family offices gepraat en, 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 en allerlei verschillende manieren van investeren. Maar... We wisten heel goed op een gegeven moment, hè, wat je zegt, met maar, die 30% groei per jaar ook nog hoeveel we, ja, we eigenlijk niet te liggen. Uh, omdat hè, met heel veel indicatoren, we gingen op een gegeven moment uh, in Amsterdam, het Gelderlandplein, uh, de derde winkel toch in Amsterdam openen. Ja, dan zie je toch eigenlijk iedere keer dat je verbaasd bent hoe groot de markt is. En uiteindelijk, ja, zeg ik wel eens, heeft het ons 20 jaar gekost om in 20 winkels te kunnen groeien. Met toch heel veel support van franchise om dat aantal te halen. Ja, maar als ik nog één winkel per jaar ja, ik ben de 53, dan ben ik dik in de 70. Ik niet ben op. toch heel ambitieus, ja, ja. zeker omdat de kans er in de markt ligt om sneller te groeien. Maar dan uh, hebben we het over world dominance eigenlijk, of niet? Nou, als je, als je oh, laten we bij Europa beginnen. Ja, hè, ja, maar, okay. uh, maar Europa dominance hebben we het wel over. Ja, ja absoluut. Uh, en dat kun je niet zelf financieren. Ja. Dus dan ga je nadenken over investeerders. Nou, ik zei net al, we maken deze aflevering samen met Marklink. Was dat een partij die je al kende? Heb jij meerdere partijen uitgenodigd? Wa waarom kwam je bij zo'n partij? Ja, nou, door de loop van de jaren, hè, omdat wij toch wel opvielen in het nieuws. En dat we toch iets doen. Hè, omdat retail toch uh, over het algemeen de laatste jaren natuurlijk heel slecht is. Ja. Uh, wij altijd de positieve uitschieter waren. Ook natuurlijk, hè, want cosmetica, ja, de markt zelf groeit maar heel klein. Een beetje met de inflatie. Dus hè, we outperformen de markt enorm zowel de retail als, als de ja dus de dus, er zijn natuurlijk wel heel veel bedrijven geweest of heel veel een aantal die ons de loop der jaren wel eens gebeld hebben van goh wil je niet te praten zijn er ook dus... concurrenten langs geweest nee dat niet maar we hebben wel uh, natuurlijk ja, kopjes koffie gedronken met partijen die gewoon geïnteresseerd waren om te investeren ja. uh, dan ga je toch nadenken van goh ja. uh, uh, hey, kunnen we het op eigen kracht blijven doen Eén winkel per jaar een beetje met de hulp van de bank een beetje hulp van de, de eigen investeerders uh, hoeveel aandeelhouders het... waren er, zeg maar, voordat uh, de uiteindelijk met z'n zevenen zeven aandeelhouders. Ja. Okay. Uh, Vertel door. Dus op een gegeven moment dachten jullie van, oké, okay, investeren. Zeg maar. Ja, dan heb je daar dus, uh, ja, zo gaat dat natuurlijk officieel in je aandeelhoudersvergadering van, hey, strategie voor de toekomst. Ja, ja en dan hebben we toch wel met elkaar uitgesproken van, goh, er is zoveel potentie. Uh, ja, we moeten iemand erbij halen. En toen was het nog niet duidelijk van, oké, okay, kunnen de aandeelhouders dan blijven zitten? Gaat iedereen een beetje verwateren? Of wil zo'n partij zo'n groot stuk eigenlijk van de taart dat mensen weg moeten. Dat was toen helemaal nog niet duidelijk. Dat is eigenlijk pas gedurende het proces... Uh, is dat weer naar voren gekomen? Dat je toch merkt van hè, partijen die willen instappen, willen toch zo'n groot deel van, van zeg maar de taart. Ja. Uh, of willen alleen aandeelhouders aan boord die meewerken. Ja. Uh, op dagelijkse basis. Uh, Snap ik ook. Uh, ja, dat werd pas tijdens het proces eigenlijk duidelijk. En, en zijn jullie dat proces ingegaan met z'n uh, zevenen en Link? Of hebben jullie gezegd: van Nou, er is een soort. Uh, er zijn twee mensen uit die groep die het hele proces. Want met zeven man continu bij Link. Nee, dat gaan. werkt niet. Nee, ik, ik moet echt zeggen. En ook uh, ja, op deze manier, maar ze weten het ook wel echt. Compliment, zeg maar, He, natuurlijk zijn het ook vrienden. Maar goed, ook zij uh, kijken er heel zakelijk naar. Hebben Claudia en ik echt de vrijheid gegeven? Die hebben we ook echt gekregen van jullie moeten door, uh, uh, jullie doen dit proces. Of wij nou kunnen blijven zitten, of uh, weet ik veel, nog met de tiende. Uh, kijken jullie maar wat mogelijk is. Wij geloven in de toekomst, maar gaan jullie gewoon dit proces doen. Okay. Want. Jullie zijn dagelijks kind. Uh, voor hun is het natuurlijk niet een dagelijkse operatie. En hoe is dat proces, hoe lang heeft dat proces geduurd om te beginnen? De, vanaf dit moment. Dus oké, okay, jullie gaan met z'n tweeën, jullie gaan in contact met Marklink. Tot en met het closen van de deal met een investeerder. Nou, een klein jaar wel, denk een klein ik. Jaar, ja. Wel. Ja, 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 omdat je toch eerst zelf met elkaar de strategie gaat uitstippelen. Uh, ja, je moet echt een plan gaan maken. Hè? Want we hadden het altijd wel in ons hoofd zitten. We riepen dat natuurlijk allemaal wel, maar het stond nergens. Dus ga maar tijd vrijmaken om een plan te maken uh, hoe wij over vijf jaar uh, willen groeien en, en alles doorrekenen. Dus daar hebben we ook wel externe hulp voor ingeschakeld. om ja echt We hebben ons weken opgesloten om dat plan te maken. Terwijl de toko nog eens een keer gewoon moet performen. Exact, dan Is de moet je... baan erbij dan? Ja, absoluut. Dan ja. kan ook iedereen die in zo'n proces gaat, uh, maakt de tijd of zorgt dat je mensen hebt in je organisatie die dingen van je kunnen afvangen. Want het, ja, je bent er enorm veel tijd mee bezig. Heb hebben jullie het gedeeld met alle collega's? Nou, vooral het MT, omdat die natuurlijk enorm betrokken ook is uh, uh, ja, op alle facetten. Hè? Als we met ICOM nu alleen nog maar Nederland doen, uh, ja, vragen we aan de ICOM manager wat heb je nodig als we naar meerdere landen gaan? Nee, of als ja, ja, ja. we retail willen uitbreiden aan de retail-manager... Uh, hey, hoe ziet jouw organisatie eruit als we niet één winkel, maar vier willen openen? Nee. Uh, of aan de logistiek-manager, uh, ja, is de huidige partij goed? Kunnen ze het aan? Uh, dus met iedereen hebben we die challenges wel doorlopen. En zijn we uiteindelijk tot een soort nieuwe... Ja, meerdere stappen uh, ja, organogram gekomen van hè, nieuwe posities. En ja, dat hebben we letterlijk per positie allemaal doorgerekend. Nee, ja, ja. Want dat financiële plaatje hè, moet er ook kloppen. Ja, Zeker als je zo groot gaat groeien, dan moet je geen miscalculaties erin hebben. Nee, zetten, en ja. dat is ook best natuurlijk. Kun je van het internet allerlei indicaties van salaris en wanneer moet die dan instromen ja. en wanneer die? En ja, dat is best wel uh, heel veel werk, maar ook heel leuk om daar je hele team in mee te nemen. Hey, wat is de rol van een, uh, van een marktlink hierin? Wat voegen zij toe? Nou, best heel veel. Uh, omdat wij natuurlijk vier, vijf partijen hadden die zeg maar in onze rolodex zaten. Uh, en dan ga je natuurlijk met elkaar zo'n plan maken. En dan ja, zeggen zij ook natuurlijk van, oké, okay, wij hebben hier onze rolodex, die is nog wat groter. Ja. Uh, nou ja, dan ga je daar stap voor stap doorheen. Uh, kunnen ze in zijn, althans ze kennen al die partijen. En uiteindelijk ga je er dan een aantal benaderen. Uh, Hoe was de interesse? overweldigend. Ja, dat is een beetje gek om het natuurlijk van jezelf te zeggen, maar we hadden echt, uh, ja, konden ze niet Veel zeg maar op hebben. twee handen tellen. Uh, echt? Uh, dat was, was ja, dat. Maar dat gaf ook weer de moeilijkheid. We kunnen niet met iedereen aan tafel. Nee. Uh, Want dat is vaak hoe zo'n fase gaat, hè? Van je, zeg maar, je maakt een soort uh, soort hitlist, zeg maar, of er komt interesse. Is ja. een informatie meer en ander wordt opgesteld. soort ja. verkoopbrochure en daar komt interesse op. Ja. Maar dan besluit je inderdaad met een x aantal partijen in gesprek te gaan. Ja. Hoeveel waren dat er? Uiteindelijk hebben we denk ik met toch wel tien. Uh, want we toch uh, ja, het waren toch wel hele interessante partijen die, ja. uh, die er natuurlijk tussen zaten. Uh, twintig dat gingen we natuurlijk niet, <laughs> niet, niet willen. Maar, maar ja. met tien konden we dat wel managen. In relatief korte tijd waarschijnlijk ja. ook nog. Ja. Even een zijstapje. Hè? Want dat zit nog in mijn hoofd. Wat is nou het geheim hè, van, van die interesse, die was er niet voor niks. Want jullie outperformen die markt op alle fronten. Terwijl, je zei net zo, even tussen neus en lippen: retail gaat nou niet echt. Je zegt: joh, uh, wat, uh, wat een gejuich de parfumsector is nou ook niet echt een innovatieve... Wat is nou het geheim van Skins... dat jullie die hele markt zo outperformen en gaan als, als een raket? Er ah, is niet één geheim. Hè? Want ik zeg altijd, je kan de mooiste merken... ook al exclusief voor Nederland hebben... de mooiste winkels qua design... Hè? de mensen uiteindelijk maken het verschil... Hè? die jou het advies geven en met een heel mooi gevoel hè, naar buiten laten gaan. En het is de combinatie van al die facetten... Ja, dat moet allemaal kloppen. Ik bedoel, ik ben nog steeds doodziek als ik een slechte review een keer ergens ja. op internet lees. Ja. Uh, natuurlijk, met duizenden klanten zit er echt wel een keer eentje tussen ja. waar iets fout gaat. Maar ja, de grote deler is toch wel, zeg ik altijd, dat al onze klanten uh, ja, echt ambassadeurs uh, van Skin zijn geworden. En ja, dat ook uitdragen in een vriendenkring. En daarom heeft het misschien wat lang geduurd uh, hè, voordat we een beetje tractie kregen. Maar. Ja, uiteindelijk is, is dat ja, wel een ja, enorm dat, onderdeel van het succes. Dat is het wel. Ja. Want ik ben ook bij jullie terechtgekomen omdat mijn buurman jullie geurtje had. Ja, mooi. En uh, zo gaat het wel inderdaad. Ja, absoluut. En ik ken hem als kind al en uh, ja zo werkt het inderdaad. Ja. Oké, okay, tien gesprekken aan de onderhandelingstafel. Ja. En uh, die gaan dan boeken om. Nou, ik, ik moet dat het onderhandelingstafel. als is een kennismakersgesprek. Een kennismakersgesprek. ja, de tien gesprekken, kennismaken. Kennismaken. Ja, daten. Ja, daten. Ja, het is ja, de onderhandeling komt komt het beste. Uh, ja, precies. Ja. Uh, yeah. en, en hoeveel partijen spreek je dan uiteindelijk met één partij exclusief af om verder te gaan? Hoe is dat dat is pas in de laatste fase. Okay. Dus okay. uiteindelijk ga je met tien partijen eerste gesprekken voeren. Het ja? is een beetje aftasten. Ook kijk je naar GB. want uiteindelijk. Is het toch ook een hele grote menselijke beslissing? Welke mensen ja ga ik toch dagelijks mee samenwerken in een nieuwe situatie? Ja. Dus dat is super belangrijk. Ja. Uh, en het leuke is natuurlijk dat na zo'n gesprek, hè, de mensen nog enthousiaster naar buiten lopen, dat ze al naar binnen kwamen. Dus dat is niet wat je uh, afdwingt of wat je doel is... maar wat heel leuk is, dat als, als het gebeurt. Hm. Als je het ziet gebeuren. En, uh, ja, maar dat maakt het alleen nog maar veel moeilijker. Ja. Dat is hetzelfde als je sollicitatieprocedure volgt. Je hebt tien kandidaten, je hebt tien leuke gesprekken... Waar mensen heel leuk en blij naar buiten lopen. Dat je denkt, oh jee, en nu? En nu. Maar ook nog eens een keer kan ik me voorstellen. Kijk, bij een kandidaat is het nog in zoverre een stuk simpeler. Je hebt een functie, die moet worden ingevuld. Ik kan me ook nog voorstellen dat in die gesprekken verschillende soorten van constructies naar voren kwamen. Ja, hè? Ik kan me voorstellen dat er één investeerder zegt, van, joh, ik wil gewoon die hele... Jullie moeten er allemaal uit en we gaan dit doen of we gaan... Nou, er was er uh, niet één die zei, je moet er allemaal uit. Want nee, het was op zich uit ons IM, denk ik, wel duidelijk. Claudia ja, en ik ja. gaan echt door en afhankelijk kan, hè? flexibel, wat dan eventueel wel of niet mogelijk is met de uh, bestaande ja, aandeelhouders. Dat was wel het uitgangspunt? Ja, ja, absoluut. Okay. Dus, dus dat uh, was wel duidelijk vanaf het begin. En wat is de structuur die er uiteindelijk is uitgekomen? Zeg maar? Nee, laat ik één stap daarvoor. Ja. Hoe zijn jullie uiteindelijk bij, hoe ze? Vendis. Ja, Vendis. Belg, hè? Nou ja, deels Belgisch, deels Nederlands. Oh, ze hebben okay. kantoor in Nederland, maar oh, kantoren okay. kantoor... Uh, Vendis Capital. Ja. Uh, hoe zijn zij de, de lucky ones geworden? Nou, het, het, het gaat ook een stukje terug. Hè. Zij waren een van de vijf wel die al in 2017, nou, 2018 al, al, al wat eerste gesprekken Aha. hebben. Dus we kennen elkaar, ja. dat scheelt. Maar hun 100% focus is op retail en consumentenmerken. Hm. Uh, en dat is voor ons, naast dat het gewoon leuke mensen zijn natuurlijk, hè, ook enorm belangrijk in de kennis die zij meebrengen. Hè. Zij zijn al naar Duitsland gegaan, hebben ze Camera Express uitgerold. Het uh, is ook een uh, concept waar het gaat om advies, ja. een speciaalzaak. Uh, ja, kennen de Duitse markt heel goed. Uh, maar weten ook gewoon heel veel van consumentenmerken hoe je die moet opschalen. Uh, en de combinatie van retail en e-commerce ook? Dus de camera ja, zeker. Ook? Hè, ja. Maar ze doen ook alpine uh, hairplugs. Nou, uh, als, je, ja. als je kijkt wat zij wereldwijd hebben gedaan, ook op e-commerce. Uh, met, met toch ook wel een niche van oordopjes. Is ook super knap, maar hmm. ook op... Ja, zitten natuurlijk in van alles. Uh, Fatboy hebben ze natuurlijk gedaan van die zitzakken die veel mensen wel kennen. Maar ook... Uh, Eco-stijl spullen voor je, je tuinen, wat allemaal ja. organic Is okay. er in allerlei verschillende vlakken, maar wel dusdadig dat je heel veel van elkaar kunt leren en dat mm. is ook uh, wat voor ons en ook voor onze mensen van allemaal verschillende teams die kunnen echt het ja, elkaar helpen uh, en kennis vergaren bij elkaar. Oké, okay, dus dat was de doorslag. Ja, okay. dan weet je. Een, en, en dus uiteindelijk ga jij, zeg maar, een echte uh, fase in om tot een deal te komen met één partij. Toch? ja uiteindelijk is het wel een soort hè, dat gaat niet van tien in één keer naar één dus de tien worden er uiteindelijk vijf of vier of hè, uiteindelijk gaat dat stapje voor stapje kom je tot nou ik geloof in ons geval waren het uiteindelijk drie die overbleven die doen een bot tuurlijk uh, je moet allemaal ja zo gaat het hoe uiteindelijk hoe belangrijk gaat... was prijs in deze prijs was zeker niet de doorslaggevende. Nee, uh, en dat was ook heel fijn hè, dat de aandeelhouders ons die vrijheid hadden gegeven. Ja, jullie gaan echt kiezen op welke partij het beste bij jullie past. Uh, en, en dat is heel fijn. Het is ook nooit mijn drijfveer geweest. Hè. Als je ondernemer wordt om uh, ja, ergens rijk van te worden, of je doet iets wat je passie is. En als het het dat, dat, ja, dat je het leuk vindt. En uiteindelijk als het goed gaat, is dat heel fijn. Ja. Als het gaat om. Uh, marktlik heeft natuurlijk die brede kennis van de markt. Hè. Dat zei je al. Hè. Dat zijn met partijen komen die jij misschien nog helemaal ja. niet kende. Hoe zit het met uh, zeg maar expertise die jij of MarkLink inschakelt? Ik bedoel, want je gaat dan een vrij zwaar traject in met due diligence en zo. Wat ja. is daarin de rol van van een MarkLink en van een bedrijf, de ondernemer zelf? Uh, ze nemen je heel veel werk uit handen. Ja? Ja, ja, Zonder hun hadden we dit ook nooit kunnen doen, omdat je weet niet waar je uh, instapt. Hè? Ik bedoel, zo'n due diligence dat alleen op Finance gebied je duizend documenten moet aan. Even, uh, ja ik heb het gehoord maar het zijn, dat is niet normaal hè? ongelooflijk hè? dat gaat ja. allemaal in zo'n volt en dat wordt allemaal door hun digitaal uh, gemanaged en ja ze, ze zorgen ervoor dat uh, hey, allerlei stukken vanuit je eigen organisatie op de juiste plek terechtkomen of stemmen dat af weer uh, met de partij die natuurlijk in die volt kan kijken uh, ja dus dat hele afstemmingproces uh, uh, ja en long the way bereidt je ook voor van wat er komen gaat ja. uh, want zij weten precies natuurlijk wat die partijen verwachten ja ben je wel eens zeg maar, wat gefrustreerd geraakt in dat soort processen, dat hoor je wel eens, dat je het op een gegeven moment van gast nog meer vragen. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat misschien de mensen die die volg gevuld hebben, ja. die hebben wel weekenden en nachten doorgewerkt, ja, ja, ja. Uh, echt chapeau ook daarvoor. Want ja, uh, ja gelukkig hè, op finance, op allerlei gebieden, hè, want dat ja, gaat ja. op alle afdelingen van je bedrijf, op ESG-gebied, uh, op IT-gebied, ja. op alle vlakken. Ja, en daar moest iedereen natuurlijk best wel wat stukken voor aanleveren. Dus uh, ja. ik moet eerlijk zeggen dat de collega's daar wel het meeste werk in hebben gestoken. Zit er waarde ook in jullie data? Want, ik, want uh, we hebben elkaar eerder gesproken. Ja, niet we, maar je bent eerder op CVD geweest. Hè? Voor mensen die dat willen zien, uh, er zit een linkje in de beschrijving. Inmiddels acht of negen jaar geleden, voor mij, geleden. Ja. Ge, 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 uh, hebben we je geïnterviewd in Amsterdam? En uh, toen zei je ook dat jij een soort database had. Hè? Ja. Uh, over echt een geurendatabase database eigenlijk. Hè? Ik kan me voorstellen dat die nu tien jaar later. Of is hij dood? Is hij een dode dood gestorven, of Is hij juist. Nee. Nou, die geurendatabase was toen in samenwerking met een, uh, een andere partij uit Parijs, uh, waar ja. we dat mee deden. Het ging over testen in de winkel via ja. een iPad. En, en, en Dat was een iets ander verhaal, maar we hebben zelf natuurlijk een enorme database inmiddels. Ja. Uh, ja, wat, wat onze klanten gebruiken, wat hun geurvoorkeuren uh, ja. qua type ja. parfum zijn. Uh, Zie je zeker? dat terug in waarde van een bedrijf? Of komt de waarde van een bedrijf uiteindelijk toch wat meer op de harde cijfers? Ja, toch wat meer op de harde cijfers. Kijk, natuurlijk, uh, de waarde van een bedrijf komt uh, naar voren wat je in de toekomst... Uh, He, hoe je kunt groeien en waar je in de toekomst naartoe gaat. Dat, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Of dat je in een groeimarkt zit. He, als je in een markt zit die niet groeit... is het natuurlijk veel moeilijker om waarde te creëren. Ja. Uh, maar dus het, 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 zo'n database is maar een klein onderdeeltje daarvan. Okay. Wat is de uiteindelijke dealstructuur geworden? Wat de uiteindelijke deal die tot stand is gekomen... Nou ja, eigenlijk heel eenvoudig. Uh, weet je wat je zegt, natuurlijk krijg je soms allerlei voorstellen met meegameke constructies uh, die ik <laughs> af en toe niet eens uh, uh, zelf de moeite had om te kunnen begrijpen. Ja. Uh, dus, dus dit is gelukkig een heel simpel verhaal waar we gewoon eigenlijk van zeven aandeelhouders nu met z'n drieën zijn. Uh, ja, precies. Dus vijf die erin zaten, zijn er, ja. die zijn uitgekocht, ja. zeg maar, en in plaats ja. daarvan zit die investeerder erin. Ja. En uh, we hebben ook nu een stak uh, of een bepaalde constructie ook kunnen oprichten, natuurlijk dat ook. Uh, ja, bepaalde managers van bepaalde afdelingen zich kunnen inkopen. Okay. Om een stukje aandeelhouder te worden. Wat ja. natuurlijk ook heel fijn is. Uh, om echt een langetermijn termijn commitment uh, te kunnen hebben. Ook, uh, ook voor de toekomst. Heb je zelf zeg maar, een klein beetje schaapjes op het droog kunnen brengen in deze fase? Voor jouzelf persoonlijk? Nou, kijk, het grootste deel van mijn aandelen zit nog altijd in het bedrijf. Mm. Maar het is altijd fijn om in ieder geval een klein stukje. Um, ja vrij te hebben, zeg maar. Ja, maar daar was dit moment natuurlijk ook. bedoel, je bent, Hoe lang ben je aan de slag? 24, 24 jaar. 24 jaar. Ja, ja, ja. Dus mag je ook wel een klein beetje op een gegeven moment toch? Privé. Ja, natuurlijk. En daar zit mij echt niet om te doen. Want ik zeg nee, ja. als je voor het geld gaat ondernemen, geloof ik nooit dat dat de juiste, de juiste drive kan zijn. Ik denk dat je eigen passie en, en dat dat veel belangrijker is. Ja. Uh, maar je bent wel trots op, de, want je weet nu precies wat je bedrijf waard is. Dus je gaat het niet vragen hoor. Maar dat is natuurlijk wel gaaf van dit proces, toch? dat je een nieuwe ja, herwaardering hebt. Maar ja, ook ja, dat zeg je niks. Nou weet je, het is hartstikke leuk als je het op papier ziet staan dat iets een bepaalde waarde heeft, maar ik, ja, de volgende dag ga je gewoon weer naar je werk. Ja. Weet je, er verandert ook eigenlijk weer niks in je leven. Hè? Dus dat dat is toch ook wel gewoon ja, want we hebben een plan en we, ja. Uh, we hebben. Ja, ja dat wil ik nog met je behandelen. Ja. dat plan uh, 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 naar de toekomst toe. Maar het enige wat ik even over die deal wil weten is dat ik weet toevallig. Uh, want ik werk samen met Marketing op een aantal ja. masterclasses die we doen, hè, waar wij met ondernemers praten over dit soort thema's. Uh, en uh, ze, ze, een, een veel voorkomende dealstructuur die zij doen, is wat zij noemen de pre-exit deal. Hè? Dus dat een investeerder aan boord stapt, uh, maar heel duidelijk een plan heeft om zeg maar, met hun geld heel hard door te groeien. maar dan wel degelijk een plan heeft om over een x aantal jaren, weet ik veel, drie tot zeven jaar, nog een keer een exit te maken. Hebben jullie daar afspraken over gemaakt? Of. Nou ja, kijk, we weten allemaal hè, dat, dat uiteindelijk hè, veel private equity-partijen uh, voor een x-tijd erin zitten om een bepaalde groei door te maken. En inderdaad, dan dat zij weer een exit maken. En dan zou een andere partij waar het dan weer beter bij past, uh, of een strategische partij, uh, uh, prima een, uh, uh, ja, een nieuwe eigenaar dan kunnen zijn van de aandelen van Vendis. Uh, kijk, ik ben, zeg altijd, ik ben geen serial entrepreneur. Hè. Dit is mijn leven, mijn passie. Ja, dit, dit is mijn Ik kan ook niks anders. Nee, dit is wat nee. ik doe. Nee. Ja, en dit blijf ik tot mijn pensioen doen. Ja. Uh, en ik kan ook me ook moeilijk voorstellen, nou, mijn opa heeft altijd tot zijn tachtigste gewerkt. Uh, ik geloof dat als je helemaal niks doet, word je heel snel oud. Uh, ja. Dus ja, ik zie de, denk dat ik altijd wel iets in deze branche zal blijven doen, uh, tot de lengte vandaag wel. Uh. Maar de komende jaren ga je hard aan de bak met je nou, ja, zijn ik de ga plannen? vast tegen mijn vrouw van, ik ga de komende jaren harder werken dan ooit. Ja, ja nee, zeker. Want, ja, want ja, we kunnen... dus gas erop, zeg maar. Ja, letterlijk. Ja. Vertel ja. eens, ja. wat zijn de plannen? Nou ja, we gaan eerst in Nederland, hè, omdat we gewoon zien... we zitten nog niet in Maastricht, nog niet in Utrecht, nog niet in Den Bosch... nog niet in Antwerpen, uh, Brussel. Dus we hebben echt in Nederland en België echt nog wel wat stappen te maken. Ja? Uh, maar dan die Duitsland zich aan. En Duitsland is voor ons echt wel de grootste groeimarkt heel dicht bij huis. Omdat eigenlijk hè, de, de markt wordt gedomineerd door één, één grote partij. Er zijn wat ware huizen die het ook hartstikke moeilijk hebben. Hè. Dat heb je van de week waarschijnlijk ook nog het nieuws ja. kunnen lezen over KDW... Uh, en heel veel parfumerieën, en ik ken er echt heel veel, uh, ja, verkopen gewoon de bekende Dior Chanel en alle merken. En hebben dan één of twee plankjes met merken van ons. Ja. Maar dat is niet hetzelfde. Uh, sterker nog, als je de markt gaat analyseren, dan zijn er bijna geen enkele parfumerie in Duitsland die misschien 10, 15 merken. En we hebben natuurlijk 100 merken in ons portfolio. Die al die merken in zijn portfolio heeft. We hebben daar natuurlijk 24 jaar over gedaan. Dus we hebben daar best een hele unieke propositie. Los even nog van de service en de, be de beleving, hoe de winkel eruit ziet, gewoon puur op merkportfolio. Ja. Kunnen we echt iets unieks neerzetten? En dat, uh, ja, daar is echt een enorme kans. Dus je gaat eigenlijk gewoon op Europees niveau, met name Duitsland, de komende jaren keihard gewoon winkels openen. Ja. Heb je daar ook echt concreet hoeveel ga je er openen om op een jaarbasis? Nou ja, kijk, we hadden in ons IM een plan van om oh, misschien vijf of tien te openen. Maar als je echt de markt analyseert en echt op data van hè, uh, waar de mensen wonen, welke inkomensklassen, welke merken van ons waar verkocht worden, uh, dan is er echt kans misschien wel op 75 winkels in Duitsland. Uh, uh, theoretisch uh, ligt die markt er. Uh, ja, ik denk niet dat we ze in vijf jaar kunnen openen, maar in ieder geval is dat wel de potentie. Ja, zo. So. Ja, hoeveel, dus hoeveel, dat... hoeveel is offline verkoop en hoeveel is online verkoop? Nou ja, natuurlijk spreekt het zeker sinds corona voor zich... dat online natuurlijk de grootste winkel van allemaal is. Ja, uh, ja en die is een procent of twintig van het geheel. En dat is wel redelijk op zich een soort marktgemiddelde uh, in onze branche. Okay. Uh, maar goed, onze online is voornamelijk Nederland. En een klein stukje uh, Vlaamstalig België... omdat ja. we natuurlijk een winkel ook in Gent hebben. Maar verder... Ja, uh, doen we daar nog vrij weinig in Europa. Dus ook daar ligt voor ons nog een enorme kans uh, ja, om dat ook groot uit te breiden. En hoe, um, hoe, hoe kijkt de bestaande, zeg maar, de traditionele branche die jij behoorlijk hebt gedisrupt, uh, hoe kijken die naar jullie? Hoe keken die naar jullie en hoe kijken die naar jullie? Mm. Nou ja, keken denk ik altijd met vol interesse. Ja. <laughs> gaan ze het halen? Precies dat. Dan gaan ze het overleven in de beginjaren ja. van, oeh, spannend. Ja. Ja, inmiddels zien we dat we ja, toch wel hè, ook zeg ik eerlijk, de wind hebben meegehad. Hè, dat natuurlijk ook deze, deze hele zeg maar, wereldwijde trend. Hè, dat, ja. dat die nichemerken enorm uh, zijn gaan groeien, uh, dat heeft ons wel geholpen. Maar. Ja, inmiddels zien we gelukkig. Hè, want een tak wat wij doen. Hè, we doen natuurlijk onze we zijn distributeur van de meeste merken die we die we voeren in Nederland. En dat betekent soms zijn de merken alleen bij skins, maar soms uh, ja, willen ze best wat, wat meer verkooppunten. Hè. En dan gaan we ook naar zelfstandige parfumerieën. Of mode, mo mooie modewinkels, of concept stores ah, ja, 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 ja. of bodewinkels. Dus uh, de B2B-klanten van ons, uh, uh, ja die willen heel graag merken van ons hebben nu. En dat is ook heel leuk. Oh, wat dus, grappig. Dus jullie ja. zijn echt distributeur ook van die ja, merken. En dus, dat zie je ah, natuurlijk niet op onze website. Nee. Nee, uh, oh, maar dat is eigenlijk een soort uh, extra... De, en hoe, kun je, hoe is dat een groot gedeelte van jullie omzet inmiddels? Zeker, of? ja, ja. Nee. kijk, als wij een merk binnenhalen, we halen altijd een merk naar binnen die nog niet in Nederland is of in België of Zuid-Afrika. Dat zijn op dit moment ja, onze ja. drie landen. Dus de pitch die wij aan een nieuwe merk geven, ja, maar dat hebben we natuurlijk ook bewezen. We bouwen jouw merk, hè, van ja. nul tot iets. Ja. Uh, en dat doen we of alleen binnen skins, maar als het groot genoeg is, hè, bij. Oh, dat is slim. Ja, je wil het uiteindelijk allemaal in eigen hand houden. En de bijkorf in Nederland is natuurlijk onze grootste partner. Hè. Daar hebben we mm. mooie counters. Er staat dan niet altijd Skins, maar van de aantal merken die wij voeren, dat zijn ook allemaal onze eigen mensen die daar werken. Mm. En die hebben allemaal de trainingen gevolgd uh, in Parijs en allemaal bij die merken zelf. Die, die staan echt in die merkcounters. En we zien ook dat dat niet cannibaliseert op uh, de, de dichtstbijzijnde winkel in Amsterdam. Maar dat het echt. Ja, toch meer bekendheid geeft uh, voor zo'n merk. Want ja, lang niet iedereen uh, weet eens kindswinkel te vinden... maar komt bijvoorbeeld wel bij de hm. ja. Hey, Tot slot, de CEO is in place. Die is locked in, dus die, uh, die gaat voorlopig uh, nergens naartoe. Die kan uh, de tanden erin zetten, denk ik zomaar. Ja, dat heeft ze al gedaan sinds 2019. Precies, ja, maar het en is dat heel fijn uh, dat we als team door kunnen. Ja, ja. Dat is precies dat. Nou, investeerder aan boord, groeigeld aanwezig. Wat wordt jouw verandering als je kijkt naar jouzelf... De ja, het, het continu eigenlijk wat ik ook net aangaf hè, het leren loslaten de team zometeen echt uh, de vrijheid geven om te kunnen groeien uh, en voor mezelf heel erg focussen nog steeds natuurlijk op hè, wat de juiste plekken zijn voor nieuwe winkels ja. uh, we hebben inmiddels een mooi team die ook met wat kijk de nieuwe merken binnenhalen is altijd ons kunstje geweest natuurlijk. Uh, dat, dat gaat door. Hè? Die funnel moet gevuld blijven ja. worden. En die markt is ook groot genoeg nog om juwelen uit de markt te... Exact. En ja. dat is soms alleen maar moeilijker. Want iedere dag ontstaan er mooie nieuwe merken overal op de wereld. En het is aan ons om die te vinden uh, en naar Nederland te halen. Dus dat doen we natuurlijk inmiddels met een heel team. Hm. Uh, ja, en het is geweldig om uh, dat team ook te kunnen ondersteunen... Uh, met de dingen die zij vinden. Uh, ja, om daar betrokken bij te zijn. Ja. Bir mega ja, ja, ja. Ik, wens, ik wens je heel veel uh, plezier en we gaan elkaar in de gaten houden en ik denk uh, over een jaartje of uh, vijf of zeven of zo dan uh, spreken we elkaar hier weer Hope eens, een ik ook. Keer, uh, ja, eens leuk. kijken kijken hoe het ervoor staat en of het allemaal gelukt is dank je wel voor dankjewel. je voor je prachtige uh, ondernemersverhaal en uh, echt een petje af wat voor een prachtig merk uh, je hebt opgebouwd dank je dat je mijn gast was dankjewel dat was Philip uh, uh, Hilliger van Skins Cosmetics en uh, mocht je meer weten over uh, mocht je meer willen weten over Skins ook in de beschrijving vind je een linkje naar Skins toe uiteraard uh, Dankjewel voor het kijken namens MarkLink waar ik deze serie mee mag maken. Dankjewel Mark Link dat jij ons de mogelijkheid geeft. Zit je te luisteren naar de podcast? Dan kun je je abonneren op CVD-TV. En dan worden wij weer groter. En dat vinden wij allemaal super fijn. En ook op YouTube hieronder de abonneerknop voor nu. Dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi. আমানসাসা সসা ।